Erik Oorburg. Jawel. Ik dacht helemaal uit Den Haag, maar je was even bij vrienden in Groningen. Ja, precies. Een paar dagen op vakantie en dat moest ik even meemaken. Van waar jouw interesse? Nou, diverse terreinen. Ik vind het concept Rebel vind ik echt geweldig. Ik ben een Volkswagen fanaat van oorsprong. Ja, we gaan het keventjes zo even op de film zetten. Ja, daar komen we zo even langs. En gaan we gewoon naar de openbare weg. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat dit echt wel de toekomst is. Ja. Elektrisch rijden. Rijden op benzine is toch eindigend. Ja. Kijk. Daar is de groene kever van Erik. Heel mooi. 1974. Yes. Ietsje ouder dan deze. Ietsje, ja. Nou, ga je zo naar rechts. Ik weet niet wat ik meemaak. Nee? Vertel. Niet. Nou, buiten het feit dat je gewoon niks hoort. Je hebt gewoon een auto die gewoon ongelooflijk optrekt. Ja. Gaan we rechtdoor? Ja hoor, ja. En je hoort echt niets. Nee. Lekker soeven. Lekker soeven dit. Daar heb ik een redelijk goede dag uit gekozen. Ja, dat is waar, ja. Die mensen horen ook bijna niks. Nee. Dat is een nadeel. Hoewel je ziet, ze hebben toch door dat er een auto aankomt. Ja. Kijk, een keur aan de kant. Ja. Kijk, op zo'n moment zou je minstens een 3 kunnen laten. Ja. Dan hoef je eigenlijk niet, te schakelen. Ik ben dagelijks even supermarktmanager bij Albert Heijn in Den Haag. In een van de luxe voorsteden, of? In een dynamische wijk. Dynamische wijk? Ja. Hoe noemde men nou zo'n vogelbuurt? Mevrouw Vogelaar? Ja, Krachtwijk. Oh, een Krachtwijk. Een Krachtwijk. Met daarbij bijbehorende uitdagingen. Krijg je daar extra zegeltjes voor? Of? Dat niet. En, ja. En ik heb nu vakantie. Dus. Je hebt nu vakantie. Ja, geweldig. Bito rijden, cabrio rijden in Aduard. Een onvergetelijke ervaring dit. Echt boven alle verwachtingen. Ja, prachtig. Ja. Mooi. Goed om te horen. Ja, zeker weten. Oké. Okay.